In deze video geef ik je 6 tips om je sportieve voornemens succesvol te maken. Tip 1. Plan je sportmoment in je agenda. Wist je dat onze Fit Met Dylan app je bij aanmelding van een les direct de optie geeft om dit sportmoment in je agenda te zetten? Ideaal, want dan kan je het ook niet meer vergeten. Zo zet je dus gelijk een kruis door bijvoorbeeld de donderdagavond. En als iemand dan vraagt of jij op donderdagavond kan afspreken, dan kan je niet. Want je hebt met jezelf afgesproken om te gaan sporten en een andere afspraak zeg je ook niet zomaar af, toch? Nou, plan dus om je sportmoment heen. Wellicht kan je na je sportmoment alsnog afspreken met je vriendin en maak je zo een win-win voor jezelf. Tip 2. Plan je sportmomenten vooruit in voor de aankomende week. Bedenk het weekend voordat de nieuwe week start hoe jouw aankomende week eruit gaat zien en op welk moment je wilt gaan sporten. Het werkt het best om vaste dagen en tijden aan te houden voor je sportmoment, als dit kan. Soms lukt dit niet door bijvoorbeeld een wisselend werkrooster. Bekijk dan elke week opnieuw wat jou het beste uitkomt en plan je workouts vooruit in je agenda. Tip 3. Wees consequent en wees in het begin een beetje streng voor jezelf. Zorg dat je ook echt gaat. Zeker in het begin, als het regelmatig sporten nog niet in je leefpatroon is ingesleten, is het extra belangrijk om consequent te blijven en, zoals ik al zei, in het begin dus een beetje streng voor jezelf te zijn. Elke keer dat je wel gaat, wordt het namelijk makkelijker om de volgende keer ook weer te gaan. Maar dit werkt ook de andere kant op. Zeg je nee tegen je volgende workout, dan is de volgende nee makkelijker om te maken. Soms kan het erg verleidelijk zijn om na een lange dag op de bank te ploffen en Netflix aan te zetten. Of er een wijntje bij te pakken en een chippy. Maar uiteindelijk gaat dat je niet helpen bij een fitter en sterker lichaam. En zal je achteraf ook niet de voldoening krijgen die het sporten jou juist wel zal geven. Nou, is dit nog niet voldoende reden om te gaan sporten? Denk dan even terug aan waarom je bent begonnen met sporten en waarom dit zo belangrijk voor je is. Tip 4. Plan een sportactiviteit / evenement in waardoor je wel moet sporten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 5 kilometer hardloop evenement zoals de Alkmaar City Run. Of de obstakelrun die wij als Fit Met Dylan elk jaar meedoen in september. Zo groei je stok achter de deur voor jezelf en zo zorg je ervoor dat je extra motivatie hebt om toch te gaan op momenten als je er niet zoveel zin in hebt. Tip 5. Spreek af met een trainingsmaatje. Haal een vriend of vriendin over om samen met jou te gaan sporten. Zo heb je een extra stok achter de deur voor jezelf gecreëerd. Als jij nu namelijk niet gaat op het moment dat jullie samen hebben afgesproken, dan kan je trainingsmaatje je verantwoordelijk houden en daarnaast is het natuurlijk ook extra gezellig. Let er wel even op dat het handig is dat je trainingsmaatje ongeveer hetzelfde niveau heeft als jij. Nou, tip 6. Heb een backup plan. Want wat als jij onverwachts niet mee kan sporten op donderdagavond? Wat doe je dan? Ga je dan bijvoorbeeld zelf een rondje hardlopen op vrijdagochtend of vrijdagmiddag? Betrek je eventueel je gezin erbij door het rondje te hardlopen, maar vraag dan bijvoorbeeld of je dochter naast je mee wil fietsen? Of ga met je kids naar het park met speeltoestellen en terwijl je kids aan het spelen zijn, doe jij daar je eigen workout met opdrukken, squats, lunges enzovoort. Of vraag mij voor een workout die ik je kan sturen via de WhatsApp. Nou, bonus tip 7. Personal training. Hè? Als je merkt dat niks werkt of je extra hulp nodig hebt. Als je nu al van jezelf weet dat je extra motivatie nodig gaat hebben om gemotiveerd te worden of te blijven, dan is personal training perfect voor jou. Ga samen met mij aan de slag en ik zal jouw stok achter de deur zijn. Kom je niet opdagen, dan kan je direct een telefoontje van mij verwachten, want ik zit dan letterlijk op jou te wachten. Jouw sportdoelen worden mijn sportdoelen en ik ga met al mijn ervaring en kennis samen met jou aan de slag om deze doelen te behalen. Optioneel, als je een trainingsmaatje hebt en je wilt het financieel wat makkelijker maken, dan kan je er ook voor kiezen om samen met je trainingsmaatje de personal training te doen. Zo deel je de kosten, maar heb je wel alle voordelen die personal training je geeft. Een enorme stok achter de deur,
en sneller resultaat, om er bijvoorbeeld even twee te noemen. Nou, succes iedereen met alle sportieve voornemens. En als je er niet uitkomt, dan kan je mij altijd een berichtje sturen. Heb je wat aan deze video gehad? Dan waardeer ik het enorm als je deze video liked. En als je dan toch bezig bent, abonneer je dan direct even op ons YouTube kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe video's die ik aankomende periode ga delen. Nou, wil je graag dat ik een specifiek onderwerp bespreek in de volgende video? Over voeding, over training, over spierpijn bijvoorbeeld, of over slaap, of over iets anders. Laat dit dan even weten in de reacties of stuur mij even een berichtje. Tot de volgende video. Groetjes, Dylan.